Wat is kerst? Nou, eigenlijk. Hey, ik ben vandaag de straat op met de volgende vraag. Wat is kerst eigenlijk? Wat betekent het allemaal? En wat doe jij met kerst? Wat is kerst? Dan krijg je een cadeautje onder de kerstboom en iedereen is blij, iedereen heeft een leuke trui aan. Hopelijk sneeuwt het. Wat is kerst? Ik denk wel dat het toch het leven van Jezus. Nee, het was iets anders. Nee, Maria en Jozef en dat hij geboren wordt. Dat viert met kerst, ja. Ja. Toch, ja. Geboorte van kindeke Jezus. Wat vier ik met kerst? Ja, ik ga altijd naar Duitsland met kerstmis. En in Duitsland is kerstmis veel groter dan in Nederland. Dus die zijn echt helemaal dedicated, want geen Sinterklaas. En wat doen jullie met kerst? Ja, gewoon gezellig met familie en vrienden. Loodjes trekken, ja. Kerst is natuurlijk oorspronkelijk van ook, heeft ook te maken met christendom. Het is een christelijk feest. Dat weet ik, ja. Wat wordt er dan gevierd? Het woord van Jezus. Dat weten we wel, hoor. Ja, ja, ja. Het is het delen van je brood met degene die dierbaar zijn. En dat is de geboorte van Jezus. Wel kerstboom, allemaal cadeautjes eronder, all the way. En dan ook naar de kerk met mijn opa en oma, dus dat vind ik wel altijd heel leuk. Maar heb er nog steeds niks mee. Ik weet niet of je het verhaal kent, maar het delen van je brood. Dus gewoon je eten delen, je maaltijd delen. Delen wat je hebt, snap je? En dan, dat hoeft niet alleen in tastbaar iets te zijn of eetbaar iets. Kan ook gewoon de liefde alleen al zijn. Wat bedoel je met het verhaal? Van Jezus en kerstmis, et cetera. Het is de laatste maaltijd. De laatste maaltijd van Jezus, dat wordt gevierd. Ja. Ik vind wel een soort van gezelligheid en zo, maar ik heb er niet zoveel met het verhaal wat ze allemaal vertellen. Ik heb wel veel met de glühwein, ja, ja, en de preetsels en de knakworst, dat vind ik allemaal geweldig, ja. Wat is kerst voor jullie? Gezelligheid, vrienden, familie, gewoon, ja. Gezelligheid. Ja. Gewoon feest. Ja. Tof, leuk, dankjewel. Heel erg bedankt voor het kijken. En als je dit een leuk filmpje vond, dan kun je je abonneren op ons YouTube kanaal. En dat is Alpha Youth NL. Doei! Hey, wat doe jij eigenlijk met kerst? Laat het in de comments weten.